Het is wat het is, inderdaad, een hele simpel. Maar dat is ook zo'n. Uiteindelijk zie je dat dus ja, je kunt dingen heel ingewikkeld maken, maar. Wat jij zei, het is wat het is, doe me denken. Ik ken iemand vroeger, zo'n Bosnische man, en die was een ster in loslaten. Heeft nooit iets met spiritualiteit gehad. Je was helemaal niet bekend met die content en informatie. Ik toen ook niet. Maar hij stond zo relaxed in het leven, niks boeide hem gewoon. Hij was zo, ze noemen dat ook wel scheid aan alles, maar hij had niet scheid aan alles in de vorm van, in zo'n, ja, niet op een tokje manier. Maar hij gaf letterlijk om niks. Hij stond op bijvoorbeeld bruiloften, stond hij gek te dansen, maar iedereen mocht hem ook. Hij was gewoon de persoon waarmee je graag omging. En ik ging heel vaak met hem weg en op een gegeven moment, ik was trouwens ook altijd jaloers op hoe hij sliep. Hij kon, wat er ook gebeurde, en hij had ook, zelf ook wat themaatjes, hij had een gokverslaving en zo. Maar als hij zijn hoofd op een kussen neerlegde, was hij weg. Hij maakte zich nergens, hij kon altijd overal slapen. Hij had geen stress, leek het. Maar de tijd dat het uit was met mijn vriendin, en ik had toen een hele toxische relatie, was ik heel zielig. En zag ik heel de tijd van, ja, ik mis haar. En hij kon me altijd met een paar woorden, kon hij me eruit helpen. Dan belde hij me, zegt hij van, wat maak je druk om je? Dus het is mijn vrouw. En toen dacht ik van, oh ja, ja, het is mijn vrouw. Ja. Ook met die dingen van, ja, het is wat het is. Wat wil je doen? Maar alleen al de manier hoe die het bracht, zeg maar. Maar ook nu zeg jij, Sonja, van, het is wat het is. Ik denk dat die hele simpele dingen die je dan tegen jezelf kan zeggen, die kunnen je wel ergens, zeg maar, dat duwtje geven dat je iets toelaat. Want de andere kant is dat duiveltje die het tegenovergestelde ding doet. Die zegt niet, jij zegt van, het is wat het is, maar die zegt van, nee, het is niet wat het is. Je moet er iets aan doen. Dit moet opgelost worden. Dit kan niet zo. Maar het is ook, het is zo'n complex gebeuren geworden, dat vaak als je dan gaat proberen het los te laten, wat sowieso al vaak een probleem wordt als je iets probeert los te laten. Maar dan gaan we weer in die hele brei van gedachten, gaan we nadenken over hoe we iets gaan loslaten en bezig. Terwijl uiteindelijk het loslaten iets is wat totaal niet met de mind te maken heeft. Het is juist in een soort van toestand komen waar je eruit stapt uit die hele, dat hele gezeik. En, ja, en dan gewoon zo van, ja, het is gewoon wat het is. Ja. En de hele mind gewoon laat aan de kant schuiven en gewoon laat zijn. Maar tegelijkertijd wel blijft zien. Want je wil ook niet afgeleid raken of het zover wegschuiven dat je er niet meer naar kijkt. Omdat er zit vaak genoeg wat nog verwerkt wil worden, wat aangekeken wil worden. Dingen die er zijn gebeurd, die nog eigenlijk begrepen moeten worden. Het zou ook zijn als ik nu zou zeggen van, loslaten doe je door ABCD. En dan ineens morgen is iedereen klaar. En dan niemand kijkt meer video's. Niemand komt meer naar de gatherings. Niemand, het is gewoon klaar. Iedereen is gelukkig. En, het is wel mooi dat we ergens in het proces zitten. Wat ik het mooiste vind. Is dat naarmate je leert loslaten. Waardeer je het ook. Van wauw, dat het echt kan. Dat ik ook kan leven zonder deze pijn en angst. En depressie. Zeker omdat je hebt gevoeld hoe het is om daarin te leven. Dat geeft ook weer een mooi contrast. Ik denk uiteindelijk iedereen kan tot een toestand komen van loslaten waar je van nergens meer om geeft. En waar niks je echt meer raakt. Maar ja, zou het leven dan wel interessant zijn als we allemaal verlichte wezens waren? Die misschien uiteindelijk is dat wel een plek waar we komen. Maar ik las ooit een boek en dat was een channeling van een bepaalde buitenaardse entiteiten. Of het waar is of niet, weet ik niet. Maar het was heel interessant en het resoneerde. Maar die wezens observeerden de aarde en de mensheid. En waar ze het meest van de indruk waren, en wat ze het meest interessant vonden aan de mens, was de drama. Het feit dat we emoties hadden. Want dat kennen zij niet. Het is gewoon alles. Ze zien alles als neutraal. Dus ze hebben ook geen. Ze zijn waarschijnlijk heel stoïcijns. Omdat er is geen. Dus wij worden boos en we worden verdrietig en we slaan elkaar. En mijn kinderen, die zijn alle emoties. En dat is ergens wel het mooie van mens zijn. Dus ik denk dat is het mooiste van loslaten. Je mag voor jezelf besluiten van, ik ga dit loslaten of dat loslaten omdat het me niet dient. En ik denk dat voor iedereen, zeker in dit proces, zijn het gewoon dingen die ervoor zorgen dat je bepaalde emoties onnodig ervaart die je niet en die je niet helpen, die wil je sowieso loslaten. Maar tegelijkertijd,
wil je denk ik dat als jouw partner je belazert, wil je niet, tenminste ik wil niet dan een persoon zijn die denkt van, ah, dat maakt niet uit joh. Ik voel me zo relaxed, zoek wel een nieuw huis en dat wil ik gewoon niet. Ik wil dan pijn voelen, want ik hou van haar. Dus ik wil dat, waarschijnlijk als je dan die pijn zou voelen, zou je ook niet dat gevoel hebben dat je voor haar gaat en zo. Dus, hey. Ja. Wat je net zag was een clip uit een van de Soul Tribe Calls, waar ik elke dinsdagavond om 8:30 te vinden ben met gelijkgestemden en dieper inga op verschillende onderwerpen waar ik ook over praat in mijn video's. Naast deze wekelijkse webinar vind je als lid van de Soul Tribe community nog meer waarde, zoals Q&A webinars waar je met alle vragen over je proces terecht kunt, de volle maan meditatie en energie updates, waarvan je alle opnames die inmiddels bestaan uit tientallen uren aan exclusieve content kan terugkijken. Daarnaast als klap op de vuurpijl de Soul Tribe Gatherings, waar we face-to-face ontmoeten en prachtige herinneringen creëren. Dus ladingen aan inspiratie, plezier en liefdevolle hoge vibes die je proces gewoon zoveel beter maken. Check de link die je nu in het scherm ziet voor meer informatie over de tofste, down-to-earth, bewuste community op de planeet.